In Nederland is inmiddels het zeilseizoen begonnen met een van de belangrijkste wedstrijden, de Van Uden-Reko Stellendam Regatta. Op het Haringvliet bij Marina Stellendam komen jaarlijks in april de die-hard wedstrijdzeilers bijeen om samen het seizoen te beginnen. Opvallende deelnemer is het Rotterdam Offshore Sailing Team, onder leiding van Gert-Jan Poortman en Lopke Berghout. Zij stomen in het team jonge mensen klaar voor de wedstrijdsport en een mogelijk professionele zeilcarrière. Dat was eigenlijk, wat zitten we nu, 2016 in het najaar. Er kwam de vraag vanuit de Koninklijke Roeien Zeilvereniging in Maas. Of ik niet eens kon nadenken over wat we nou kunnen doen voor die zeilers die zeg maar uit de kleine bootjes komen en dan door willen. Maar ja, op het moment dat je 18 bent, ben je ook volwassen. En die vallen toch een beetje in een gat. En daar hebben we een plan voor geschreven. En eigenlijk is dat heel erg snel gegaan. We hebben snel een sponsor gevonden, want alles, vooral deze sport, hangt toch bij de financiering. Dus we hebben over de winter een boot gekocht. En vorig jaar was dit het eerste evenement, de Van Uden-Reko. En het gaat er serieus aan toe op de Rostboot. Een 47-voet carbon raceboot met alle serieuze opties. Gesteund door wat sponsors wordt hiermee het wedstrijdzeilen laagdrempelig gemaakt. Ik sta op 85 rand. Ik heb altijd kleine bootjes gezeild vroeger. Dus ik ben begonnen in de Optimist. En daarna heb ik RSV van gevaren en 29er. En na de 29er viel ik eigenlijk een beetje in een gat. Ik wou eigenlijk niet echt meer door met kleine bootjes, omdat het heel veel tijd in beslag nam. En toen kwam vanuit de Maas dit project. En ik ben altijd al lid van de Maas. En toen heb ik me hiervoor aangemeld. Ik heb eigenlijk leren zeilen bij de zeilvereniging van waaruit het allemaal is begonnen. Op een gegeven moment ga je dan studeren en dan gaat het in kleine bootjes zeilen, gaat dan een beetje veel tijd kosten. Merk je toch snel dat je een beetje aan het zoeken bent van wat nou de volgende stap is. Ik had 2 jaar op andere boten, die hier toevallig ook liggen, meegezeild. Toen had ik me eigenlijk voorgenomen om te stoppen en me iets meer te gaan focussen op mijn studie. En toen zag ik dit voorbij komen op Facebook. En een vriend van mij, Daan, die zei van: Hugo, is dit ook niks voor jou? Dit heb ik toen gezien, meegevaren. Ik was verkocht, ik was verliefd. En na dat jaar ben ik dit jaar op gat in de lucht gesprongen. Toen ik wel een van de 13 was die de selectie zat en de wedstrijden mocht varen. Het werkt eigenlijk elk jaar doen we een ronde waarbij Rotterdamse zeilers, dus je moet lid zijn van een Rotterdamse club, niet per se de Maas. En ik heb denk ik nu over de 2 jaar wel tegen de 100 cv's ontvangen. En dan moet je dan doorheen spitten en dan pak je dan die op papier de beste eruit. En dan gaan we trials doen, dus oefenen en uiteindelijk hebben we daar een team uitgekozen met ook wissels en dat soort dingen. Dus we hebben eigenlijk hetzelfde team als vorig jaar met een stuk of 4 nieuwe aanwas. Er is altijd verloop. En mensen ook die gewoon vervangen worden. Dat is het echte voetbalteam. Dus de beste zitten aan boord en dat is heel erg gaaf. Deze recruten hebben al wel een zeilgeschiedenis, maar Gert-Jan en Lopke leren de jongeren de echte fijne kneepjes van het vak. En daarbij hoort samen werken en samenwerken, maar ook discipline, meteorologie en techniek. Iedereen krijgt een vaste taak aan boord en die taken roleren, dus je leert van alles. Er wordt geluld op een zijzet hierachter. Ja, het is heel leuk. Naast het leerzame deel is het ook gewoon echt een heel leuk team. En zeker omdat we allemaal aan het leren zijn, zitten we allemaal eigenlijk op hetzelfde level in waar we zitten. En met Gert-Jan daarboven die het overzicht houdt, werkt het echt heel goed. Het is een heel gezellig team en we leren superveel ook van elkaar. En het zijn ook een aantal mensen die ik al langer ken en die ik nog niet zo lang ken. Dus ik denk dat we een heel leuk team hebben en ook heel dynamisch zeker. Oh, niet verder. Even wachten jongens, even rustig. Laat me klapperen, geen probleem. Van die wind. Kom omhoog. Gert-Jan staat wel echt bekend als een zeiler die ook goed is in het zeg maar meenemen van andere mensen tijdens het zeilen.
iets wat zeker niet bij iedereen altijd het geval is. Gert-Jan is echt een topcoach. Aan de ene kant door zijn ervaring. Maar ook omdat hij echt niet genoeg neemt met minder. Met minder dan het optimale. En zet je op je plek wanneer het nodig is. Hij geeft net even je een minuutje extra tijd van, hey, kijk eens hier naar daar naar, hoe doe je dit en dat. Maar als je een wedstrijd hebt en je verknalt iets, dan krijg je het ook wat te horen. En dan kan het in een moment kan je dan denken, shit, ik krijg nu op mijn kop. Maar achteraf wordt het dan allemaal rustig doorbesproken en geëvalueerd. En dat is het moment dat je echt leert hoe het dan de volgende keer anders zou moeten. Ik vind het superleuk. De return is zo gaaf. Ik ben streng, maar ik laat ze ook wel. Hè. Ik ben ook wel rechtvaardig. Aan boord, als we wedstrijd varen, ben ik meer een dirigent. Maar ik zit ze wel achter hun broek aan. En de tijd dat papa en mama de bootjes optuigen en dat ze dan in het bootje stappen en een dag en zij is voorbij. Dus dit is hun boot en dit is hun project. En het succes van dit project dat ligt aan hoe zij zich inspannen. En als zij ervoor gaan, dan vinden de sponsors dat gaaf, dan vindt de club dat gaaf. Dan is het ook te betalen. Hè? Dan wordt het onderhoud ook zelf gedaan en dat soort dingen. Ja, en dan kunnen we jaren door.